Ik heb heel veel familie verloren. Mijn tante met haar kinderen, mijn nicht en haar hele familie. Het belangrijkste in iemands leven is familie. Dus als je een familie verliest, dan verlies je een deel van je lichaam. Wahab's familie is vermoord door IS. Nu verzamelt hij bewijsmateriaal om Nederlandse IS-strijders te berechten. Wij geloven dat kleine acties kunnen leiden tot grote verandering. Dat er mensen zijn die voorop lopen. Dit is mijn missie. Kijk, op 3 augustus 2014 heeft IS het gebied waarin de meerderheid van de Yezidis woonden in handen kunnen grijpen. En daarmee een genocide kunnen plegen. We hebben 1000 mensen vermoord en 10.000 mensen verjaagd uit hun huizen. En vrouwen en kinderen meegenomen als slaven. Dat was een doelbewuste aanval om de Yezidis uit te moorden. Mijn missie in het leven is werken aan de toekomst van de Yezidis. En onder andere genocide erkenning. Als ik bijvoorbeeld een week niet genoeg sport, ja, dan word ik nachtmerries. Soms droom ik over iets, dan word ik wakker en dan ben ik aan het huilen. 2 weken terug. Ik heb mijn opa in mijn droom gezien, toen weet ik wakker was ik aan het huilen. Ja. Nou, ik had heel veel agressie, heel veel verdriet ook. Als ik gesport heb, dan ben ik zo scherp. Het is een therapie. Dat mij zowel fysiek als mentaal helpt om die narigheid gewoon te overleven. Met boksen, met gewoon fitnessen. Probeer ik dat te vergeten en dan dat omzetten in brandstof, zodat ik aan de toekomst denk. Toen IS zeg maar Sinjar in handen kreeg, mensen die dicht bij de Sinjarberg woonden, die konden de berg op en daar bleven ze 2 weken zonder water en eten en zo. En mensen die niet op tijd konden vluchten, die zijn opgepakt door IS. Ja, ik zei het, ik voelde me in het begin echt zo schuldig dat ik heel graag terug wilde om te strijden tegen IS. Maar ja, naarmate ik verder was, dacht ik van, ja, ik kan ook daarheen gaan en met wapens en geweld kom je niet ver. De berechtingen van IS-strijders in het buitenland bijvoorbeeld, een Duitse IS-strijder, een vrouw, veroordeeld tot volgens mij 30 jaar zelf. Omdat ze een Yezidi kind van 5 jaar buiten had vastgebonden toen hij overleed. Die is wel berecht voor wat ze heeft gedaan. En niet alleen haar deelname aan IS. Met behulp van video's, interviews die ze heeft gegeven. Dagelijks leven ben ik dus gewoon met een stichting en een hoop Yezidis om Yezidis te helpen. Maar ook Yezidi Legal Network. Een netwerk dat we gestart hebben sinds eind vorig jaar om een soort van bewijsmateriaal te verzamelen. Mocht er een tribunaal komen om IS'ers te berechten, dat we dat kunnen als bijdrage leveren. We pleiten voor een genocide erkenning in Nederland. Sommige landen hebben het wel erkend en Nederland nog steeds niet. Dat is voor ons heel belangrijk, omdat Yezidis een kwetsbare groep is. Dus ik gebruik mijn netwerk om aan verhalen te komen, beelden misschien, die slachtoffers mee hebben. Het Openbare Ministerie heeft gewoon vaak genoeg gezegd, er is geen bewijsmateriaal. Het bewijsmateriaal is in dat gebied en de situatie is niet zo stabiel dat je denkt van ik start een onderzoek daar. Onze onderzoeksgroep bestaat uit voornamelijk advocaten, studenten of mensen die niet afgestudeerd zijn aan internationaal recht. Ja, mensen die expert zijn op dat gebied, kennis hebben van hoe internationaal recht werkt en wanneer iets dient als een bewijsmateriaal. We zoeken Yezidis die bijvoorbeeld als getuigen kunnen optreden in interviews, tv-interviews. In het begin bijvoorbeeld, die eerste strijders hebben heel veel interviews afgegeven. En die proberen we gewoon te krijgen. Dit is de enige manier om te bewijzen dat iemand gaat niet toegeven wat hij heeft gedaan. Yezidis is een etnische minderheidsgroep waar de oorsprong zeg maar, in Irak is. Het is een geheimzinnig geloof. Dat komt omdat Yezidis altijd onder druk zijn, vervolgd zijn. Ik werd gewoon opgevoed met vertel nooit aan iemand dat je Yezidi bent. Het is gewoon een natuurlijke strategie. Je moet jezelf beschermen.
Er zijn heel veel misvattingen betrekking tot de Yazidi geloof. Bijvoorbeeld de Sunnieten. Hun perspectief zeggen, jullie bieden de duivel en jullie zijn niet mensen van het boek. Waardoor bijvoorbeeld geradicaliseerde groeperingen als IS zeggen, dat zijn de duivelaanbieders. Dus dan mag je vrouwen, kinderen meenemen als slaven en mannen vermoorden. Mijn missie is volbracht of voldaan wanneer iedereen die de misdaad heeft gepleegd tegen de Yazidis voor de rechter wordt gebracht, op een rechtvaardige manier wordt berecht. Dan is mijn missie voldaan. En dan kan ik en alle andere Yazidis werken aan hun toekomst. Het is geen wraak nemen. Het is gewoon strijden voor justice. Als de genocide erkend wordt, dan heeft de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid om Yazidis te beschermen. En daardoor kunnen Yazidis ook gewoon leven zoals iedereen, geaccepteerd worden. Iedere ochtend als ik wakker word, dan ben ik dankbaar. Van dankbaar zijn dat ik hier zit, dat ik veilig ben, dat ik mijn ouders hier heb. Ja, dat gevoel kan ik niet beschrijven.